Het afmeren en lossen van tankschepen is in Europoort een dagelijks werk waarop niet telkens de aandacht valt. Maar de komst van de Macoma, een supertanker van de Shell, was nieuws omdat deze op één na grootste tanker ter wereld, met zijn lengte van 325 meter en een draagvermogen van 207.000 ton, het grootste schip is dat ooit in Europoort binnenliep. De in Japan gebouwde mammoetanker had 168.000 ton ruwe olie aan boord, was met andere woorden afgeladen op 53 voet. Wat momenteel nog de maximaal toelaatbare diepgang voor het binnenlopen van Europoort is. De bemanning, die onder andere een zwembad ter beschikking heeft, telt maar 41 koppen. Staande op de brug krijgt men een indrukwekkend beeld van de afmetingen van de Macoma, die bijna 50 meter breed is. Uit een centrale controlekamer worden de machine- en ketelinstallaties bediend en gecontroleerd. Het schip is uitgerust met een stoomturbine-installatie die een vermogen heeft van 28.000 pk. Dit grootste schip van de Nederlandse koopvaardijvloot zal een geregelde dienst onderhouden tussen de Perzische Golf en Europoort.